Zondag gaat FC Groningen in Arnhem op bezoek bij de nummer 7 uit de Eredivisie, Vitesse. Groningen heeft 3 punten minder dan de Arnhemmers en dus is er sprake van een echte zogenaamde 6-punten-duel. Petter, zijn je schoenen helemaal klaar voor zondagmiddag? Ja, dat denk ik. Dat moet. Belangrijke wedstrijd. Hoe leeft dat bij jullie in de spelersgroep? Nou, voor ons is het gaat het hetzelfde. Natuurlijk weten we dat het een directe tegenstander om de Europese plekken. Dus dat is en ook oud wedstrijd. Dus het wordt een mooie uitdaging voor ons om daar een goede uitslag mee te krijgen. Vitesse is voor FC Groningen een van de concurrenten wat betreft Europees voetbal. Om het gat niet te groot te laten worden, mag zondag dus sowieso niet worden verloren. Qua resultaat zie je dat het een beetje wisselvallig is. Dat ze heel goed kunnen spelen. Maar dat zeg maar ook af en toe mindere wedstrijden spelen. Dus dat is net zoals ons, denk ik. Na de 6-1 nederlaag tegen PSV en het teleurstellende 3-3 gelijkspel tegen NEC, kan een overwinning FC Groningen weer in het zadel helpen richting de begeerde 5e plaats. Gewoon door blijven werken, vooral op de dingen dat niet helemaal goed gingen nu de afgelopen wedstrijden. Dus verleden tijd kunnen we niks meer doen. Dus nu moeten we gewoon in de toekomst meer. Het begint nu met de Vitesse-wedstrijd dan. Om een goede uitslag te krijgen. Dat is de enige. Vrijdag werd er nog getraind in de storm. Zondag zal het volledig droog en windstil zijn in het overdekte Gelredome. Als je vergelijkt met dit veld en deze omstandigheden, dan wordt het heel leuk, denk ik. Vandaag is het echt dramatisch om te voetballen. Ja.